Heb jij thuis het weerbericht nog gehoord? Als ik jou was, zou ik van het herfstzonnetje genieten zolang dat er nog is. Beloof niet voor goed, zoen. Er zit een front aan te komen dat misschien net om ons heen trekt. Oh, daar de plaatsnaam. Reis wat zachter. Blonde Engelen. Een thriller van Kees Goelierhoek. Regie Ad Leupler. Heb jij het adres? Dat ligt de hele reis al op het dashboard. Waar vertoeft jouw geest eigenlijk? Ik ben er nog niet helemaal bij. Ja, hier het dorp. Aardige kerk. Rechtsaf, linksaf? Rechtdoor. Het is door het dorp heen. De mevrouw met die harde stem zei dat we daar maar ergens moesten vragen. Niet erg behulpzaam. Een benzinepomp, die weet het vast wel. Er is niemand te zien. Zou die wel open zijn? Komt al iemand. Geef mij dat adres maar. Ja, hier. Goedemiddag. Normaal of super? Ik was eigenlijk niet... Wacht, ik maak hem wel open. Gooit hem maar vol met super. Super. U bent hier niet uit de buurt, hè? Nee, dat wou ik u juist vragen. Gaat weinig in. Ja, sorry. Ik heb onderweg nog getankt. 8,65. Hier, laat u er eens maar zitten. Anders is het bijna niet de moeite, hè? Ik had u willen vragen of u mij de weg naar dit adres had willen wijzen. Laat maar eens zien. Heb u dat voor uw vakantie gehuurd? Ja, even er dus uit. Nou, kan ik u wel vertellen. Moet u hier over de weg zo'n 700 meter doorrijden. Hm. Aan uw rechterhand krijgt u dan 3 witte berken. Ja. Moet u rechtsaf zandpad op. Hm. En dan is het kort voor de T-kruising aan de linkerkant. Linkerkant. Dank u. Prettige vakantie. Als het weer zo blijft, ben ik best tevreden. Wat een onzin om te tanken. Hij overdonderde me. Ben je wat wijzer geworden? Ja. 700 meter, ready. Kijk, 3 witte berken. Huh? Hier rechtsaf. Ja. Ziet eruit als berg en dal. Hoog op de hele. Hoog op maar het honderd dat ik moet zien, zeg. Dit zijn de geneugten van landelijk Nederland. En genieten zal je. Oh, links zie ik een boerderij. Nou, dat moeten we niet wezen. Het is een prachtige bungalow, van alle gemakken voorzien. Een paradijs voor meneer en mevrouw van Laar, die even op adem willen komen. Zet de man op het erf naar ons te kijken? Zullen we het hem vragen? Haal alles maar aan mij over. Vertrouw je toe aan mijn kennis en kunde. Opschepper. Ik breng u waar u wezen moet. Kan ik nou niet beter gaan lopen? Daar! Aan het eind van het laantje. Ziet u dat, mevrouw? Links? Ja. Oh, wat aardig, kapitein. De magnifieke verrassing heb ik voor je uitgezocht. Nou, hier naar links. Ja, mooie hoge bomen. Oh, en daar het huisje, pas geschilderd zou ik zeggen. En iemand om ons welkom te heten. Vrouw daar nou te doen? Die staat met haar achterwerk naar ons toe, gras tussen de stenen uit te trekken. Dat zal ze in Jordaan komen. Nou wel. Schrok zich rot, moet je dat gezicht zien. Dat had ik beter niet kunnen doen. Het is woest. Laten we maar heel aardig weer. Ja. Goedemiddag. Neemt u me niet kwalijk dat ik u liet schrikken? Mijn naam is Van Laar. Dit is mijn vrouw. Ja, ik denk dat ik met u over de telefoon gesproken heb. Ik versta niet alles wat u zegt. Mijn gehoor, niet zo best meer. Oh, wij hebben de bungalow gehuurd. Oh, ja. Ik zal u alles wijzen. Graag.
En dan hebt u hier de keuken. Mijn man en ik wonen op de boerderij hierachter. Als u iets nodig hebt, dan komt u maar langs. Ook als u moet bellen, want telefoon is hier niet. God zij geprezen. Wat zegt u? Hij is blij dat er geen telefoon is. Wij zijn hier gekomen voor de rust. Oh, ja. Waar gaat deze trap naartoe? Naar de zolder. Dat is bergruimte. Daar kunt u beter niet komen. Dan breekt u uw nek. Leuk om te weten. Hou nou je mond. Ze kan zien dat je praat. We rekenen wel af als u weer weggaat. En als er wat is, dan weet u me te vinden. Dank u voor de moeite. Het ziet er allemaal heel leuk uit. Geef mij die schrijfmachine maar. Ja. Hier. Hé, hey, kijk. Huh? Waar? Tussen ons en het dorp. Memento mori. Kerkhof? Dat stond in de advertentie vast niet bij. Dat is wel prachtig, die oude bomen. Ja, laten kijken. Niet om onder te liggen. Oh, ik krijg bezoek. Een postbode. Meneer Van Laar? Dat klopt, ja. Uw krant. Alsjeblieft. Met vakantie? Ja, en mijn vrouw heeft zelfs aan de krant gedacht. Een praktisch iemand in de buurt is nooit weg. Ik wist niet dat het dan weer verhuurd mocht worden. Bedoelt u dit huisje? Ja, ik wist niet dat het al vrijgegeven was. Nou, morgen stop ik de krant in de buitenbus. Aan het begin van dit weggetje. Ja, als ik u even vragen mag. Wat bedoelt u met vrijgegeven? Heeft niemand u iets verteld? Mij is niks bekend. Nou ja, het is misschien ook niet zo belangrijk. Oh, dan zouden we er vast niet over begonnen zijn. U kunt het beter aan de eigenaar vragen. Anders krijg ik nog problemen met hem. In ieder geval, prettige vakantie. Dank u. Wat zei die? Er schijnt hier iets gebeurd te zijn. Oh, nou, dan zou ik wel graag willen weten wat. Dat wou u niet zeggen. Hm? Nou, de zon gaat weg. Laten we maar opschieten met de bagage. Ja. Zeg, Herman, heb jij niks bijzonders opgemerkt aan die vrouw daarnet? Dovig, gezet. Kan er heel kwaad uitzien. Hm. Nee, de manier waarop ze naar me keek. Alsof ze me ergens van kende. Alsof ze bang voor me was. Ben je wakker? Die wind gaat wel. Maar dat geklepper. Er is een raam, denk ik, boven. Zo kan een mens toch niet slapen. Wat ga je doen? Die depressie van jou is recht hier naartoe gekomen. Het is pikdonker buiten. Een lichtje te zien. Zelfs in het dorp. Dat moet daar toch liggen, hè? Doe het licht aan. Kun je zien waar je loopt? Ja. Verdomme. Zei ik het niet? Waar is dat topje van het licht? Aan jouw kant van het bed. Het rot raam. Ah, hier heb ik het. Zo zien we tenminste waar we zijn. Geen maan buiten ook, hè? Met dat geklep erboven kan ik niet slapen, hoor. Waar zijn mijn schoenen? Ja, die heb je zelf uitgetrokken. Ik heb ze onder het bed. Thuis heeft alles een vaste plaats. Hier kan ik niks vinden. Heimwee? Ik ga naar boven. Een zaklantaarn hebben we zeker niet bij ons, hè? Oh, ben ik vergeten. Niet iedereen is onfeilbaar. Geen zin om mee te gaan. Ik begin het net een beetje warm te krijgen. Ja. Laat de slaapkamerdeur open. Dan kan ik je tenminste roepen wanneer ik bang word. Ik vertel je al wat voor engst ik allemaal tegenkom. Gezellig. Ik ga de trap op. Hartstikke donker. Hoor je me nog? Ben je nou bang? Ik kom op zolder. Jezus. Wat is er? Ik schrok me wild. Zijn wasstoppen. Het is wel spannend zo. Nou, ik zie het raam. Het is dicht.
Ik zie niks. Zo bang. Ze kijkt naar binnen. Zo bang. Niks te zien. Het was maar een paar tellen. Ik zag haar ogen. Zo bang heb ik nog nooit iemand gezien. Waar is ze van gebleven? Opeens was ze weg. Het leek wel of iemand er wegsleurde. Ze zat. Ze had van het half lange blonde haar. En ze smeekte hem omhoog met haar ogen. Waar is mijn kamerjas? Ik ga buiten kijken. Ik ga met je mee. Ik kijk even liever dat je binnen blijft. Je had een gezicht moeten zien. Jij blijft in de deuropening staan. Ik ga kijken of ik iets kan vinden. Blijf met me praten. We gaan niet te ver, hè? Wat is dat? Takkenbreken van bomen. Ga maar iets meer naar binnen, dan kun je niet geraakt worden. Kijk dan maar of je nog zitten. Ga eerst naar het slaapkamer aan. Oh, godver! Wat is het? Ik zak in een kuil. Het gaat alweer. Ja. Ik ben nu bij het slaapkamer aan. Er is niks te zien. Ik ga het verder van het huis af. Ik kan je niet meer zien, hoor. Zorg jij er maar voor jezelf, ik red me wel. Hoor je me nog? Ja. Au. Mijn enkel. Ik word een tweede keer gevallen. Kijk dan, hier ligt de vrouw. Sonja. Hier ligt de vrouw. Ik heb, geloof ik, bloed aan mijn handen. Jij wist toch zo goed de weg? Waar ligt die boerderij dan? We moeten er vlakbij zijn. We hadden beter over die zandweg. Binnendoor is kortig. Daar. Ik zie niks. Die donkere plek daar. Het is overal even donker. Ja, hoop nou eens één keer dat ik gelijk heb, hè? Kom nou achter me aan. Het gaat te hard. Laten we in godsnaam bij elkaar in de buurt blijven. Eén dood is meer dan genoeg. We zijn er. De luiken zitten voor de ramen. Voor de deur. Hier. En nou voelen we de bel zit. Ik heb hem. Toen was ze niet open doen of was ze er niet zijn. Terug. En dan met de auto naar het dorp. Je moet eerst die afgerukte boomtakken van het pad halen. Anders is er natuurlijk geen doorkomen aan. Ze moeten open doen. Wacht meer. Kan ik u helpen? Ik zit rot. Ik had niet gedacht ik dat... Ik ben even de ronde wezen doen. Oh, dus u woont hier? Geen narigheid, hoop ik. Ik zou graag even van de telefoon gebruik maken. Wij zijn de huurders van het huisje daar... Er is iets ergs gebeurd. Anders zouden we u op deze tijd niet afgevallen. Gaat u maar mee naar binnen. Komt u maar. Een dode vrouw gevonden, ja. Ik zou graag hebben dat u zo gauw mogelijk komt. Ik zal het doorgeven aan de surveillance. Mijn collega's zijn zo bij u. Dank u. Ze komen eraan. Het spijt me dat ik uw nachtrust moest verstoren. Was ze blond? Hoe bedoelt u? Had ze blond haar? Hoe weet u dat? Weten doe ik niks. Was zomaar een gok. Is het wel eens eerder gebeurd? Er gebeurt zoveel dat een mens niet bevatten kan. U kunt maar beter gaan. Voor als de politie komt. Ja, laat ik naar u meelopen. Dat is niet nodig, dank u. Ik laat u even uit. Kan ik misschien een zaklantaarn van u lenen? Dat maakt het lopen wat gemakkelijker. Oh, ik heb er wel één bij de deur staan. Het spijt me dat het zo moest lopen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, hier is de zaklantaarn. Dank u. Zo zal het wel lukken. Ik kom misschien dadelijk nog wel even langs. Bedankt. Zelfs na zijn dood blijft hij nog moorden en doden. We hadden zijn lijk moeten verbranden. Hadden we dat maar gedaan. Ja. Wat doet u eigenlijk voor werk, meneer Vallet? Ik werk aan de universiteit. Docent algemene taalwetenschap. Ik had 2 weken vakantie opgenomen om hier in alle rust een artikel te schrijven. Niks medisch? Niks medisch, nee.
Hoe weet u dan dat ze dood was toen in de buitengrond? Ik heb naar de halsslagader gezocht. Geen leven gevoeld meer. U wilt toch niet suggereren dat hij de keel dichtgeknepen heeft? Ik probeer alleen de feiten vast te stellen, mevrouw. Bent u voor de eerste keer in deze omgeving, meneer Van Lee? Voor zover ik me kan herinneren wel, ja. Mag ik aannemen dat er hier al eerder wat gebeurd is? Hm. Ik sprak een postbode die zoiets suggereerde. Ja, ja. Het is de derde keer. En daar zijn we niet trots op. Nee. Hoe staat het buiten? Foto's zijn klaar en het stoffelijk overschot is weggevoerd. Goed, dan gaan we kijken of we de auto kunnen vinden. Ik heb buiten geen auto gezien. Nou, dan heb je niet op de goede plaats gekeken. Ik heb er geen bezwaar tegen als u meegaat, want later zal toch niet veel meer komen. In 4 maanden 3 moorden. Jonge vrouwen. En allemaal gevonden tussen de zandafgraving en uw vakantiehuisje. Kijkt u uit, daar is een greppel. Dank u. Hier, Sonja, pak mijn hand vast. Het gaat. Elke keer zijn de auto's vastgelopen in het zand van de afgraving. Ze moeten zijn uitgestapt en op het licht van uw huisje zijn toegelopen. Om hulp te halen. En dan worden ze vermoord. Spooronderzoek? Geen succes. Honden? Geen succes. U mag rustig van me aannemen dat ik de laatste tijd slecht slaap. Hoe komen ze nou terecht in die zandafgraving? Ze waren allemaal onderweg naar de volkshogeschool, daar verderop. Deelnemen ze dan een cursus. Ze moesten zich dan voor middernacht op de volkshogeschool melden. Ze zijn niet aangekomen. Ze hadden ons dat huisje nooit mogen verhuren. Mevrouw, er komt een moment dat je denkt dat het niet meer gebeuren zal. Voorzichtig, hier begint het zand van afgraving. En daar staat de auto. Kijk of je achter de naam en adres kan komen. Daar, kijk. De sleutel zit nog in contact. Rijbewijs in het dashboardkastje. Zorg ervoor dat de nabestaanden op de hoogte worden gesteld. Ze komt uit Gelder op. Dat is een hele weg. De benzinemeter staat op vol. En wel erg vol. Dan moet ze hier dichtbij nog getankt hebben. 1 koffer in de bagageruimte. Laten we maar foto's maken van die auto. En dan naar het bureau moet die kar. Ik begrijp maar niet hoe ze hier terecht is gekomen. Ah, daar komt vervoer. Als u even meegaat, zal ik het u laten zien. Kijk. Doe de schijnwerpers aan, Jan. Ja. Dat is de T-kruising aan het eind van het zandpad dat langs uw huisje loopt. Dat is toch een duidelijk verkeersbord? Rechtsaf, volkshogeschool. Linksaf, zandafgraving. Waarom rijden ze dan steeds naar links? Ja, dat is nou precies de reden dat ik zo slecht slaap, mevrouw. Ze komen aanrijden, ze moeten naar de volkshogeschool. Ze komen bij dit bord. En dan rijden ze links het zand in. Is er iemand die dit bord soms af en toe omdraait? Ik heb 4 deskundigen bij dit bord gehad. Het is al een jaar op geen enkele manier verdraaid of voor de plaats geweest. Wordt de verkeerde aanwijzing soms overheen geplakt of gehangen? Nou, die proef hebben we ook genomen. Behalve een paar vogels heeft niemand dit bord aangeraakt. Als u het probleem kunt oplossen, komt u in aanmerking voor een flinke beloning. Rij maar door, Jan. Waar naartoe? We gaan de benzinepomp houden als ze weghalen. Ik heb hier een rijbewijs. Herkent u de vrouw op deze foto? Eens even mijn bril pakken. Ja. Ja, die heb ik een paar uur geleden nog geholpen. Kunt u zich herinneren wat er gezegd is? Ja, ze stopte bij de pomp en ze zei graag volgooien. Het was niet veel. Het bedrag was 11,75 gulden. Geen eens 10 liter, dus... Nou, ze heeft betaald, ze is weggereden. Hoe laat bent u dit gegaan? Om 12 uur. Om 12:15 lag ik in bed. Ja, neem niet kwalijk. Dat krijg je als je zo uit je bed gehaald wordt, hè. Het is toch niet weer gebeurd, hè? Ik ben bang van wel. Dat is dan verdomme de derde al. Zijn ze als beesten geworden hier? Ik begrijp het niet, joh. Ik begrijp het echt niet. Oh, ik word er zo beroerd van. Hè. Je zou bijna over mijn huizen gaan denken. Maar waar moet je naartoe? Ik heb hier mijn garage, ik heb een pomp. Een pomp, ja, kan je niet zo makkelijk meenemen. Doe het gordijn dicht, hoor. Buiten zijn ze bezig met speurhonden.
Wat denk jij over? Blijven of gaan we morgen weg? Interessant gesprek. Wie koopt er nou voor 11,75 gulden benzine als je nog maar een paar kilometer te rijden hebt en de tank nog bijna vol is? Wij hebben het ook gedaan. Het was bij ons nog geen tientje. Blijven we hier of gaan we naar huis? Wat vind jij? Ik heb de gezicht gezien. Wat bedoel je daarmee? Die angst, paniek. Als je dat wilt, dan gaan we naar huis. Niemand mag iemand anders zijn leven nemen. Wraak? Het mag nooit meer gebeuren, Herman. Dan blijven we. Eet u maar rustig door, hoor. Ik heb het er met mijn man over gehad. Als u soms weg wilt, dan kunt u de vooruitbetaalde huur terugkrijgen. We blijven. Oh. Ja, dan is het risico voor u. U hebt een blonde vrouw. Het beest komt steeds weer terug. Wie bedoelt u met het beest, als ik vragen mag? De vader van mijn man. Zijn tweede vrouw was een stuk jonger. En toen ze weg wilde, toen heeft hij haar vermoord. En aan de lange blonde haren op zolder opgehangen. De vader van uw man? Ze hebben hem gepakt. Hij heeft 12 jaar gezeten. Waar is hij nu? Op het kerkhof. Door het raam kijkt u er zo op uit. Dan kan hij dat toch niet gedaan hebben? 2 maanden na zijn dood viel de eerste dode. 1,5 maand later de tweede en nou de derde. Het beest komt steeds weer terug. En ja, toen ik uw vrouw zag, toen schrok ik. Ja, ik voelde dat u heel vreemd naar mij keek. Dat blonde haar, hè? Daarom heb ik ook eigenlijk veel liever dat u weggaat. U loopt groot gevaar. Dat beseffen we heel goed. Maar u kunt toch niet menen dat de vader van uw man de moordenaar is? Die is dood en begraven. Dat is dood. Het lijkt me dat u veel geleerd heeft, maar weet u precies wat de grens is tussen leven en dood? Wij nemen het risico en we blijven. Goed. Laten we dan dit afspreken. Zo gauw er wat is, neemt u contact met ons op. Kom naar de boerderij of ga desnoods naar de broer van mijn man, die een benzinepomp heeft aan de grote weg. Is dat een broer van uw man? Ja, wist u dat niet? Met z'n tweeën zijn ze, mijn man en zijn broer. Ze zijn erg aan elkaar gehecht. Ja, dat krijg je met zo'n vader, hè? Niet iemand om trots op te zijn. Nou, ga maar. Prettige dag verder. Goedemorgen. Goedendag. Wat is er met jou? Ik moest opeens denken. Waarom hebben wij voor een tientje getankt toen we hier in de buurt waren? Om te weten waar we heen moesten. Ja, om te weten hoe we moesten rijden. Wil jij echt dat er een eind komt aan die gruwel? Dat heb ik toch gezegd? Dan gaan we nou met de politie praten. Ik denk dat ik weet hoe het zit. Kom eraan. Ja, kom maar aan, een ogenblikje. Oh. Oh, wat een prachtig blond haar heeft u. Zo lang. Zo fantastisch lang. Super of normaal. Ik moet voor 12 op de Volkshogeschool zijn. Ja. Kijk, ik heb nog 20 minuten. Ik ben al zeker een uur bezig om de weg te zoeken. Oh, is niet moeilijk hoor. U zit er heel dichtbij. U vindt het toch niet echt dat ik u complimenten maak over uw haar? Gooit u maar vol met super. Hier heeft u de sleuteltjes. Dank u wel. Is dat haar echt of draagt u een pruik? Hij is echt. Oh,
vind een zegen van de heer als iemand van dat gouden haar in zijn leven meekrijgt. Kunt u me zeggen hoe ik van hier op de volkshogeschool kan komen? Oh ja, u rijdt 700 meter verder over de grote weg. Dan krijgt u een drie berken aan uw rechterhand. En dan gaat u rechts zandweg op. Die zandweg rijdt u af tot u bij een T-kruising komt. En daar staat een bord. Maar dan moet u zich niks aan aantrekken. Dat staat al jaren verkeerd. U moet linksaf. Hoort u? U moet linksaf. Dan bent u zo bij de volkshogeschool. En dan bent u ruim op tijd. Dank u. Dat is dan 33,85. 35 gulden. Laat u maar zitten. Oh, dank u wel. En niet vergeten, hè? Bart wijst de verkeerde kant op. U moet links, hè? Niet rechts. U bent erg vriendelijk. Mag ik u een prettige cursus toewensen? Ja, heel veel dank. Linksaf, zei hij. Linksaf. Uw man had gelijk, mevrouw. Hij wijst de verkeerde kant op. Ik kom bij de drie berken. Ik draai nu de Bergendalweg op. Het pompstation is gesloten. De lichten zijn uit. Hij komt aan de achterkant op de fiets. Ik kan hem niet meer volgen. Zal ik echt links afgaan? Rijd je maar rustig het zand in. Ik heb mensen daar in de buurt staan. Hij rijdt op de fiets voorbij. Hard! Het fietspad komt uit met de T-kruising. Hoe ver bent u nu, mevrouw Van Laar? Ja, ik kan weinig van de omgeving zien. Bij de boerderij, denk ik. Maak je zich niet nerveus. Rustig doorrijden. Ik zit bij de T-kruising. Had hij hier nog niet moeten zijn? Hij zal zo wel aankomen. Staan de mensen bij de zandafgraving klaar? Alles klaar hier. Is meneer Van Laar bij jullie? Ja, ik ben hier. Luister, jullie pakken hem wanneer de auto in het zand is vastgelopen. Ah! Wat is er? Hij staat voor me op de weg te zwaaien. Doorrijden! Doorrijden! De wielen slippen. Ik kom niet meer weg. Alle posten naar de zandweg. Zorg dat hij niet in de auto kan komen, mevrouw Van Laar. Ik weet heel goed het verschil tussen een pruik en echt haar. Kijk eens. Nu heb ik al eens eerder ontmoet. Kom eruit. Kom eruit. Desmet. Desmet, luister. Blijf van de rap, Desmet. Hier is de politie. Desmet, blijf van de rap. Is dat het? Een val. Heb jij mij in de val willen lokken? Hoer. Slet. Net zo verleidelijk blond als dat wijf van mijn vader. Hè? En net zo gemeen. Hem hebben jullie kapot gemaakt. Maar... Bij mij lukt dat niet! Bij mij lukt dat niet! Herman! Ze hebben hem al! Mijn vader hebben ze vernietigd! Maar mij niet! Mij nooit! Mij nooit! Het is over. Rustig maar. In Blonde Engelen, een thriller van Kees Holierhoek, werd Herman van Laar gespeeld door Hans Hoekman. Sonja van Laar door Gerry Mantel. Paul Deen speelde de pomphouder. Maria Linders een boerin. Piet Ekel de postbode. Een boer werd gespeeld door Jan Wechter. En de politiemannen door Jan Borkes en Kees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.